beheren vastgoed. Dat is op z'n kortst. Property management, technisch, administratief en commercieel beheer. Ja, nou, wat me gisteren kort na de opening om 10 uur van de bravade opviel, was een Duits sprekende meneer die heel schuchter hier kwam informeren of wij alsjeblieft wat panden voor hem wilden beheren. Ik denk als het zo gaat, dan dat zijn manieren waar ik normaal gesproken 12 maanden achteraan moet bellen om een afspraak met hem te krijgen. En als dat hier zo komt aanwaaien, dan sta ik er zeker volgend jaar weer met ons bedrijf. Wat mij vooral opvalt zijn de hoeken waar presentaties en discussies worden gehouden. Die zijn heel intiem gemaakt. Dat geeft een heel veilig gevoel. Dat denk ik een hoge participatiegraad. Of wij leegstand kunnen voorkomen, dat weet ik niet. Maar degene die verantwoordelijk zijn om deze leegstand op te vullen, die kunnen wij in ieder geval bedienen met waardevolle informatie die hun beter in staat stellen om een nieuwe huurder te vinden. Dat we ook met z'n allen mogen constateren dat het initiatief van WPM en vastgoedmarkt echt een fantastisch initiatief is. En ik kan u meedelen dat de winnaar is geworden Central District Rotterdam. Aan de ene kant vinden we het juist een heel erg Rotterdams project, hè, want het is een groot project. We hebben het gedurfd om het op die manier aan te pakken. Maar juist die aanpak van de openbare ruimte om dat kwaliteitsniveau daarin te brengen, dat werd onder Rotterdams genoemd. Nou, misschien met een blik op het verleden is dat waar, maar hoe wij Rotterdam tot ontwikkeling willen brengen gaat altijd met dit ambitieniveau. Dus ik zou het misschien juist wel een Rotterdamse aanpak willen noemen.